staan hiernaast. List en Ekster. 29 oktober 1944 werd Breda onder leiding van haar generaal Nabczek door Polen bevrijd. En die dag werd haar broertje geboren. Toen haar vader naar het ziekenhuis moest en Lies met haar kleine zusjes alleen achterliet thuis, toen stond er een Poolse soldaat voor haar deur de wacht te houden, op de meisjes te passen. Martin Stagoriak. Lies wil Polen vandaag graag bedanken, vertegenwoordigd door zijn excellentie, de vice-minister-president, minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed, de heer Piotr Glinski. Ze wil hem heel erg bedanken voor een bevrijdingsdag die ze nooit zal vergeten. Lies, dag. Jouw oma woonde in Westkapelle en was 3 jaar oud toen haar dorp werd gebombardeerd en onder water kwam te staan. Oma herinnert zich nog dat hij net zoals net vliegtuigen overvlogen en dat ze moesten vluchten, dat ze in een sloot moesten schuilen. Op 2 november 1944 werd ze door de Noorse soldaten bevrijd. Hier is zijn excellentie de heer Frank Bakke Jensen, minister van Defensie van Noorwegen. Waren mensen heel blij voor het gevoel. Westkapelle heeft een bijzondere band met Noren gehad. Jarenlang sturen de Noren ieder jaar met kerstmis en kerstboom naar Westkapelle. 2 juli leven wij nu in vrijheid. Noorse vlak verband. Jullie huis werd een soort uitvalsbasis. Graag wilt u de Fransen vandaag bedanken. Vandaag is bij ons Hare Excellentie mevrouw Geneviève Dariussecq, staatssecretaris van Defensie van Frankrijk. Madame, de herinneringen aan deze tijd zijn een bepalend deel van mijn leven geworden. Naast de spanning van de operaties heeft ook de plezierige zijde een diepe indruk achtergelaten. Zoals het zingen met de parachutisten 's avonds bij het orgel als ze een actie gemaakt hadden. De bescherming van ons gezin en de getoonde kameraadschap en saamhorigheid zijn onmisbaar. Luitenant de kameraden, René, Gilles en alle andere Franse parachutisten voor de volle moed en inzet. Danique Brugge. Op 13 september bevrijden de Amerikanen haar opa. Soldaat Albert Stuart Jr. vraagt aan haar opa of die klompen eigenlijk wel lekker lopen. Opa durft niet echt te zeggen hoe het zit, uit respect voor deze soldaat, en zegt ja. Hun gesprek wordt abrupt onderbroken door een aanval van de Duitsers. Een mortier wordt Albert fataal. Namens de Verenigde Staten is hier Marine Sergeant Jonathan N. Burkhardt. Voor iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid vocht. Deze vrijheid is ons vandaag de dag, 75 jaar later, in Nederland nog steeds gegund. Vrijheid om te zeggen wat je denkt, te voelen wat je voelt en te doen wat je wilt. Maar deze vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Er is een zware prijs voor betaald. Ik wil via u, alle Amerikanen, mannen en vrouwen die voor onze vrijheid hebben gevochten, danken. Gaf hem nog 2 dagen.
Nadat Jacob O'Connor naar zijn pleegouders op het platteland werd gebracht, werd Groningen door de Canadezen bevrijd. Vanuit zijn zolderraam zag Jack de Canadese soldaten voorbij komen. Hij wil graag Canada bedanken. En Canada is hier vertegenwoordigd door Hare Excellentie, the Honorable Mrs. Julie Payette. Ik zag vanuit mijn bed ze voorbij komen. Eerst in het dorp. 13 april 1945. Geronk, geratel, tanks, dolle vreugde, vlaggen. Canadezen. Later, Groningen, de stad. Kaart was voor onze weg. Panzervuist, mikt, voorste Canadese tank, inblijvende vuurzee. Fred Butterworth en zijn drie makkers zijn onmiddellijk dood. Nu, die plek. Mensen houden even stil. Er is een traan, er is een snik. Canada, voor altijd denken we aan jou. In 1944 lag het dorp in puin en het zeewater was overal. Iedereen moest vluchten. Belgische soldaten verjoegen de tegenstanders uit de ondergelopen straten van Westkapelle. Namens België is hier Zijn Excellentie, de heer Didier Reynders, vice-eerste minister, minister van Buitenlandse en Europese Zaken en van Defensie van België. Wat ik van mijn familie gehoord heb, is dat tijdens het bombardement een Belgische boot geraakt werd. Met apparatuur en munitie boven het hoofd moesten de soldaten door het ijskoude water naar de wal zwemmen. Dat verhaal heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik wil de Belgische soldaten voor hun heldendaden bedanken. Want zonder hen waren wij er nu niet geweest. Bij de bevrijding was de jeugd van mijn overgrootoma voorbij. Ik besef daardoor hoeveel geluk ik heb gehad dat ik wel mijn jeugd in vrijheid kon doorbrengen. België, bedankt. Aan bij het bevrijdende leger. Zijn liefdesbrieven vanaf het front veroverden het hart van mijn oma Corrie. Maar het wilde slechts het puntje van het ijsberg van wat er gebeurde op weg naar Hamburg via Bergen-Belsen. Ik heb mijn leven te danken aan de daden van toen. Daarom ben ik ook de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene diep dankbaar voor hun acties die onder andere bijdroegen aan de bevrijding van Tilburg met de Schotten. De vrijheid waar we in leven is een levend cadeau dat we moeten blijven koesteren en verzorgen. Daarvoor dank. Om de vrije doorgang te markeren, de plek waar geen mijnen in het water lagen. En er zat vroeger een klepel in en als dan 's nachts de golven schommelden, dan schommelde de bel en konden de schepen veilig doorgang vinden. Deze heeft als laatste in de Schelde gelegen. Heel graag wil ik u uitnodigen, majesteit, om de belboei te komen luiden. En hiermee het startsein te geven voor 75 jaar vrijheid. Huh?